We zijn vandaag in de wereld van de paprika's. Ik zat hier met Ron Wennekes van Amfres Production. Ron, mooie teelt, mooie kleuren. Welke soorten doe je allemaal? Je hebt eigenlijk een pittige soort en een wat zachtere soort, begreep ik, hè? We hebben hier een aantal soorten staan. Pepers en Sweet Bites en Tinkerbells. Waarbij de Tinkerbells en de Sweet Bites de zoetere soorten zijn. En verschillende soorten pepers van mild spicy naar zeer spicy. Ja. Nou, dit zijn de Sweet Bites, hè? Bites, ja, gele. Dat zijn de populairste volgens mij. Wordt meestal snackpaprika's gebruikt volgens mij? Ja. En als je naar zijn teelt kijkt, hoe lang doe je met een plan? Deze gaan er in januari gaan ze erin. Tot half november is dezelfde plant die van klein naar bijna top van de kas groeit. En in november gaan ze eruit. Ja, dus bijna een jaar rond. Het is afhankelijk van welk soort, maar meestal halen we een aantal bloemetjes eruit zodat die vruchten nog niet komen. Om de plant wat extra groeikracht te geven en vervolgens laten we hem zijn gang gaan. Ja. Als je naar de Sweet Bites kijkt, de snackpaprika's, hoeveel kleuren heb je daarvan? We hebben hier de rode, gele en oranje, dus drie kleuren die we in principe alleen op die manier ook oogsten. Ja. En zit daar dan nog smaakverschil in? Ja, er zit wel een licht smaakverschil in. Het is ook afhankelijk van welke kleur, hoeveel suiker die bevat. Het is een beetje een kwestie van smaak, maar over het algemeen is de rode en de oranje iets zoeter dan de gele. Oké, dan heb je ook nog de Tinkerbells. Dat is geen snackpaprika's, maar wat is eigenlijk het verschil? Ja, de vorm is iets anders en die proberen we wat kleiner te telen, zodat die kan staan om vervolgens gevuld te worden. Dus daar wordt de bovenzijde van afgesneden, gevuld, zo gegrild, om op die manier op te dienen. Dat is met name voor restaurant en voor mensen die thuis het leuk vinden om er echt wat speciaals van te maken. Ja. En zijn minder zoet denk ik als de Sweet Bite? Aanzienlijk minder zoet. Ja. Dus puur om de vorm worden die eigenlijk geteeld. Dit is qua snackie veel smaakvoller. Ja. En ik zie ook wel eens groene voorbij komen. Is dat eigenlijk onrijp? Ja, het is zoals ze hier ook hangen. Het is eerst groen, vervolgens krijgen ze een licht kleurtje en daarna kleuren ze door naar de kleur die ze eigenlijk zijn. Ja, en eigenlijk met Sweet Bite zeg jij van, zijn ze nog onrijp, dus minder zoet. Sweet Bite, heeft het voor mijn idee niet zo heel veel zin om onze groen te eten. Okay. Nou, dankjewel. We komen binnenkort eens terug voor de pittige varianten. Helemaal goed, welkom. Abonneer of volg Van Gelder via social media en mis geen enkele video.